De finale, jongens van 6 jaar, daar gaan we naar kijken. Het is die man op zijn eigen baan, hij is hier al snel zitten klokken. Wij gaan kijken naar niemand minder dan Luca Hiebrink. En dan is het Pierik, die gaat volgen hoor. Ryan Pierik zit erbij op positie nummer 2. Dan zitten de andere mannen, dan zit de man van de vaart. Ossenkors in de 3, het is Oosterweghol in 4. En daarna gaan we kijken naar het treintje van Robben Veenvliet. En ook Volkman, dat zijn de mannen op de baan. Maar bij de jongens van 6 jaar was één man absoluut de snelste. Is één man absoluut de snelste, dames en heren. Dat moet ik zeggen, dat is Luca Hiebrink. De man die natuurlijk de baan als geen ander kent. Ik ken de baan uit zijn broekzak, doet zich als een vis in het water. Dan gaat hij de winst pakken bij regio nummer 4. Dan gaat hij doen voor de man van Twentse Ros. Op positie nummer 2, Brian Perik. En de derde plaats gaat mee naar de man van de vaart. En dat is Jero Ossevoort.